Welkom bij de Professioneel Praten podcast, waar jij alles leert over communicatie op de werkvloer met Jasper Geluk en Vivian Kroonen. Welkom bij de podcast. Ik ben Vivianne Kroonen en naast mij is Jasper Geluk. Hoi. In deze podcast behandelen we jouw vragen over professionele communicatie. En de vraag van deze week is... Hoe maak je het beste gebruik van Skype en FaceTime? Ja, en dan gaat het waarschijnlijk dus weer over met collega's of in een professionele context. Ja, onderling. Want, want dat is niet aan mij in deze podcast in ieder geval om je te vertellen hoe je dit het beste kunt doen met vrienden of met je familie die in Zimbabwe woont. Ik weet niet waar jouw familie woont, waar je mee skypt. Maar... Nou, niet in Zimbabwe, maar op zo'n wijze Australië. Vrienden, nou, bijvoorbeeld Australië. Ik bedoel, dan ben je meestal de eerste paar minuten bezig met, kun je me horen? Is de verbinding goed? Ze hebben het super grappige bij de Penguins of Madagascar, die hebben een paar jaar geleden een film gekregen, van een animatiefilm, waarin de slechterik ze gaat skypen. Oh, nee, okay, de slechterik is een gigantische octopus en die gaat ze dan via Skype zeg maar opbellen om te zeggen wat zijn snode plannen zijn om de wereld te veroveren. En de eerste anderhalve minuut zijn ze bezig met de connectie goed op te zetten. Kun je me nu horen? Nee, je moet daar drukken, dan doet de microfoon het. Dat soort dingen. Nou, gelukkig is dat met FaceTime al een stuk minder, omdat het daar meer geïntegreerd zit. Maar Skype doet het volgens mij over het algemeen nu ook een stuk beter dan vroeger. Eigenlijk is het heel simpel. Over het algemeen is het wel te prefereren om als je met buitenland dingen doet, tenzij het een soort van kennismaking is, dan is het soms leuk om elkaar even te zien. Mm-hmm. Maar over het algemeen is het iets effectiever om te bellen zonder beeld erbij. Mm-hmm. Een deel daarvan is omdat de connectie beter is. Mm-hmm. Als je niet de video erbij hebt, dus dan heb je minder last van lag en van dat iedereen herkent de situaties waarin de connectie het niet doet. Ja. Het frustrerende van dat de connectie het niet goed doet en wat dat doet met de communicatie is erger dan wat het oplevert dat je een plaatje erbij hebt van iemand. Plus... Misschien denk jij er hier anders over, maar over het algemeen is FaceTime en Skype nog steeds niet echt prettig om te doen. Alsof het een normaal gesprek is. Ik weet niet, misschien terwijl jij hier naar luistert, heb jij zoiets van ja, ik vind het van wel, dan is het prima. Maar ik merk over het algemeen bij mensen is het nog niet net zo natuurlijk als een normaal gesprek hebben. En je ziet het toen FaceTime net uitkwam. Toen werd het heel veel gebruikt. Inmiddels gebruiken veel meer mensen bellen via WhatsApp. Ja. Maar toen FaceTime net uitkwam, zag je bij heel veel mensen die het gebruikten, dat ze hun telefoon gewoon ergens neerlegden. Mm-hmm. Zonder dat je in beeld bent. Hè? Ja. Los van het moment... Dan zie je het plafond, zeg maar. Ja, los van het moment dat je even gaat, hey, even zwaaien, leuk. Mm-hmm. Oh, wat zie je er bruin uit of gezellig uit. Ja. Of weet je wel, dat soort dingen. Legden ze meestal daarna hun telefoon weg. Omdat het toch niet helemaal net zo comfortabel of prettig is als gewoon elkaar spreken of om te bellen. Want als je belt kun je andere dingen doen tegelijkertijd. Ja. Als je aan het, en dat is meteen een tip voor als je aan het skypen bent of aan het facetimen bent, is om dan niet tegelijkertijd heel veel andere dingen te doen. Maar om je aandacht helemaal bij die andere persoon te hebben, naar het scherm te kijken, daarmee bezig te zijn. Dat is namelijk, laat allemaal respect zien voor de andere persoon. Vooral in professionele context is dat belangrijk. Nou, het tweede, dus dat is een beetje over het behavior terwijl je aan het skypen bent of aan het facetimen bent. Heb gewoon de aandacht voor de ander. Als je het over iets hebt of je hebt een PowerPoint slide erbij, ik bedoel prima dat je die dan opent en daarmee bezig bent. Maar let goed ook op de ander. Het andere is, denk er even over na waar je dit gaat doen. Mm-hmm. Want het is eigenlijk een opname van jou. Mm-hmm. Wat is je achtergrond? Nou, wij werken veel ook aan video opnemen op dit kanaal. Dit is dan een podcast, maar op dit kanaal zijn een heleboel video's ook te zien. We denken wel bijna altijd even na over hoe is de achtergrond? Ja. Is dit prettig voor jou om naar te kijken? En je ziet vaak genoeg dat mensen als ze skypen, dat ze niet hebben nagedacht over de achtergrond. En dan heb je bijvoorbeeld een heel groot raam op de achtergrond, die heel fel licht schijnt. Waardoor je heel veel schaduw in je gezicht hebt, ben je slecht in beeld. Of het ziet er gewoon uit als een zootje, dat heb je ook nog wel eens. Dat je echt een rommelboel achter je... Een grote archiefkast achter je met enorme uitpuilende ordners en dat soort dingen. Ja, en dan ligt het een beetje aan wat voor soort gesprek je met iemand hebt. Maar je bet je zeg maar dat effect heeft. Ja. Ook al is het onbewust. Ja. Zegt het iets over je? Dus denk er even over na. Wat neem je als achtergrond? En in sommige gevallen is het beter om gewoon even een witte muur te hebben dan. Dan die archiefkast. Als je zo'n archiefkast hebt, kun je beter even een witte muur pakken. Of ergens anders uitkiezen om te zitten. Dan dat als achtergrond hebben. Dus denk na over je achtergrond. Ben er echt voor de andere persoon. En overweeg of Skype echt nodig is. Of dat je ook WhatsApp bellen kunt gebruiken. Over het algemeen is dat namelijk makkelijker. Ook voor die andere persoon. Dat kun je namelijk overal doen. Kun je in de auto doen. Er is vaak niet zoveel internet voor nodig.
Dat kun je gewoon doen ook op je 4G-netwerk, zeg maar. Dus gebruik dat dan. Maakt het nou nog uit of er sprake is van een informele of een formele relatie, of je wel of geen gebruik maakt van FaceTime of Skype? Ja, binnen de professionele context. Omdat je natuurlijk met sommige collega's ben je gewoon iets informeler dan met andere collega's. Ja, 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 zeker. En dat is op zich wel een goed punt. Want het is, en daarin zou ik eigenlijk zeggen dat je gewoon, hoe formeler het contact of hoe professioneler het is, hoe meer je best doet. Ja. Dus als je met die ene collega waar je ook de vriendmibo, zeg maar, iedere week mee doet, gaat skypen, ja, dan hoef je iets minder je best te doen. Ik bedoel, ik weet niet of het slim is om dan alsnog in je t-shirt te gaan zitten. Ja, tenzij je op je werk ook in een t-shirt loopt. Mm-hmm. Maar pas dat dan misschien wel even aan. Mm. Maar dan is het iets makkelijker om gewoon op de bank thuis, zeg maar, te doen. Maar als je, hoe professioneler het contact is, dus als je misschien met je baas of met een klant, met een klant al helemaal, dan is het handig om meer je best te doen. Mm. Wat inhoudt dat je dus nog meer nadenkt over de achtergrond, misschien nog even beter nadenkt over, hey, wat heb ik aan voor kleding. Ook het geluid. Het geluid goed checken, ja. En wij gebruiken altijd extra microfoons natuurlijk. Ja. Ik weet niet of dat voor jou, hè, want dat is een investering om dan een microfoon te kopen. Mm. Als je veel skypt, doe het. Want de geluidskwaliteit wordt er veel beter van. Ja. Maar inderdaad, het geluid, dat de verbinding goed is, dat je zorgt dat je wifi het goed doet. Ja. Al die dingen. Hoe professioneler het contact, hoe meer je daarop let. Ja, ja, zeker. En kies er zelf gewoon in. Weet je, je hoeft niet elke keer super professioneel op te stellen en bijna een soort filmset te bouwen. Kan ook een beetje awkward zijn. Skypen. Als het met een heel informele relatie is. Ja, en heel vaak is het helemaal niet nodig. Dus voel het zelf een beetje aan. Maar ik hoop dat dit je een beetje een soort handvatten kan geven voor als jij een belangrijk Skype-gesprek hebt. Wat dan de dingen die zijn waar je op let.